gaan wij nu over tot het officiële gedeelte van deze bijeenkomst. De uitreiking van de onderscheiding aan iemand waarvan wij als oud-prins vinden dat hij het meer dan verdiend heeft. Hij heeft in zijn drukke bestaan deze zondag vrij kunnen maken om hier aanwezig te zijn. Ik hoop dat het hem lukt om het komende half uur zijn telefoon niet op te nemen. Dat denk ik dat als Durgaans zo heet dat ik het nog niet meer beet kunt pakken. Maar we gaan het proberen, we gaan er iets van maken. En ik zou mijn collega René willen vragen om de oorkonde, althans het eerste gedeelte daarvan, voor te lezen. Oorkonde, de dwersklippel met het witte voetje. Opdat een ieder zal weten dat dwersigheid ook positief kan resulteren, is door de Nunense oud-prinsen de onderscheiding de dwersklippel met het witte voetje voor het jaar 2010 toegekend aan Henry Smits. En op 9 januari, vandaag dus, uitgereikt door de heer Lichtvoet, burgemeester van Nuenen, Gerwe en Nederwette. Henry Smits is een geweldenaar in projectrealisering. En daar zullen we in de komende jaren nog veel van horen en merken. De core business blijft echter huizen bouwen. En ook daarmee zijn Helpt Elkander en de persoon Henry Smits blijvend gebonden aan ons schitterende dorp. Henry en Ank Smits, van harte gefeliciteerd met de uitverkiezing tot Witvoeter 2010. Ja, dan sta ik dan hier, onderscheiding het wit voetje. En dan vind ik een hele eer, moet ik zeggen. En waarom is dit een hele eer? Een onderscheiding te mogen ontvangen van, eigenlijk gezegd, de oud-prinsen van Nuenen. En het wit voetje is daarom voor mij van bijzonder grote betekenis. Oud-prinsen zou je zeggen, carnaval. Synoniem met feestvierders. Nou, hier in Nuenen is het meer. Zoals het vaak meer is in Nuenen. Ik ben heel veel dank verschuldigd. Ik heb al gezegd bestuur. Een rafcommissaris van Helpt Elkander. Gemeente Nuenen. Maar ook de vele mensen, deskundigen uit Nuenen. Die mij met raad en daad bijstaan. En het is heel gek. Hier in Nuenen zitten heel veel mensen op universiteit werken of directeur-bestuurder zijn bij grote organisaties. En wat ik heel fijn vind is dat ik bij die mensen gewoon kan aankloppen en dat die vrijwillig hun diensten aanbieden aan mij om mij te adviseren. En dat is de kracht van Nuenen. En nogmaals Ank, thuisfront, mijn kinderen, kei bedankt dat ik zo fijn heb kunnen werken. Dank u. De dwersklippelinnekes, bedankt!